hele goede dag, lieve kijkers. Welkom op mijn kanaal veganlounge.nl. Nou, vandaag ga ik een wellness cocktail maken. Met als ingrediënt citroen, sinaasappel, gember, kurkuma en cayennepeper. Goed, zoals jullie zien, ik heb alle ingrediënten klaarstaan. Als eerste heb ik verse kurkuma. Ik heb besloten verse kurkuma in mijn cocktail te doen. Nou, je hebt ongeveer een stuk of 2-3 nodig. Verder heb ik heerlijke verse persinaasappels. Nou, persinaasappels hebben heel veel sap, dus daarom heb ik ook persinaasappels aangeschaft. Daarna heb ik verse gemberwortel van de groenteboer. Ook ga ik mijn cocktail zoeten met agavesiroop. Hoeft niet, mag. En ga ik cayennepeper toevoegen. En dat waren de ingrediënten van dit recept. En voor de rest gebruik ik uiteraard mijn slow juicer. Je mag uiteraard een blender gebruiken of een sapcentrifuge. Als eerste begin ik met de persinaasappel. Nou, de persinaasappels ga ik eerst schillen. Nou, sinaasappels, ja, waarom voeg ik sinaasappels toe aan deze cocktail? Ah, het is heerlijk, zoet, lekker, fris en de combinatie met gember en kurkuma is gewoon goddelijk lekker. Maar daarnaast bevatten sinaasappelen natuurlijk vitamine C, antioxidanten en het is gewoon hartstikke goed voor je lichaam, hartstikke goed voor je cellen, etc. Goed, terwijl ik mijn sinaasappel ga schillen, want dat duurt heel even, zal ik je vertellen waarom ik wellness cocktails ga maken. Nou, als ik aan wellness cocktails denk of wellness shots, ja, dan is gezond meestal het eerste dat in mij opkomt. Maar wellness cocktails of wellness shots zijn een recente gezondheidstrend. Zoals jullie natuurlijk ook in Google zien of in YouTube films of video's of in blogs. Deze krachtige kleine tonics bevatten een geconcentreerde dosis vitamines, micronutriënten en antioxidanten, zoals ik al zei. Nou, deze shots of cocktails die ik nu ga maken, worden gebruikt voor alles. Van een energieboost tot een goede gezondheid en zelfs om ontstekingen te bestrijden. Afhankelijk natuurlijk van de ingrediënten die je gebruikt. Nou, wellness of booster shots of cocktails zijn een veel voorkomende toevoeging aan sapontgifting of als iets extra's tussen de andere sapjes die je maakt. Ze kunnen je helpen om je energie te verhogen tijdens een bijvoorbeeld sapkuurtje. Maar deze citroen, sinaasappel, gember, kurkuma, cocktails of shots zijn specifiek gemaakt vanwege hun ontstekingsremmende eigenschappen. Ze zijn ook geweldig voor het stimuleren van ons immuunsysteem. Nou, heel goed tegen griep natuurlijk, koorts, langzame spijsvertering, vetophoping of zelfs uitputting. Dus als je je uitgeput voelt, geen energie, noem maar op, maak deze cocktail. Heb je griep, ben je verkouden, maak deze cocktail. Goed, dat waren de persinaasappelen. Volgende ingrediënt, citroen. Nou, citroen is heel erg gezond, zit boordevol vitamine C in, antioxidanten en hartstikke goed voor je lichaam. Nou, hartstikke goed voor je spijsvertering, hartstikke goed voor je cellen, voor je algehele lichaam. Nou, de meeste mensen gebruiken citroen tegen griep of koorts en natuurlijk geweldig te gebruiken bij een kurkuma shot of een gember shot of gewoon een heerlijke wellness cocktail zoals deze. Goed, citroen is klaar. Volgende ingrediënt, gember. Nou, gember staat ook bekend om zijn ontstekingsremmende eigenschappen. Een studie wees uit dat gemberextract hielp om de pijn bij patiënten met artrose aanzienlijk te verminderen.
Gember bestrijdt namelijk infecties. Verder bevat gember gingerol. Nou, gingerol is een zeer effectieve antibacteriële verbinding die helpt infecties te bestrijden door de groei van schadelijke ziekteverwekkers te voorkomen. Daarom gebruiken de meeste mensen gember tegen koorts, griep, duizeligheid, misselijkheid, maar ook bijvoorbeeld om af te vallen, want gember is hartstikke goed voor een goede spijsvertering, voor je darmen, etc. Goed, volgende ingrediënt, kurkuma wortel. Nou, in kurkuma zit namelijk curcumine. Nou, van curcumine in kurkuma is aangetoond dat het extreem krachtige ontstekingsremmende effecten heeft. Curcumine is eigenlijk net zo effectief gebleken bij de behandeling van ontstekingen als sommige moderne geneesmiddelen op recept. Curcuma heeft ook immuunondersteunende eigenschappen. Goed, door deze cocktail te maken of een shot te maken of een sap te maken, kunnen we een zeer geconcentreerde dosis gingerol van de gember en curcumine van de kurkuma krijgen, die op een andere manier moeilijk te bereiken zou zijn. Nou, kurkuma en gember staan beide bekend om het pittige, brandende gevoel dat ze hebben wanneer ze worden gegeten. Daarom zijn wellness cocktails of shots de perfecte manier om dit gezonde sap te leveren. Een glas vol gember of kurkumasap zou behoorlijk onaangenaam zijn. Maar shots of cocktails gemengd met toegevoegde citroen en sinaasappelsap of zoete met agavesiroop zijn echt extreem heerlijk. Nou, zoals jullie zien, heel veel heerlijke sinaasappelsap komt er uit mijn slow juicer en droge pulp aan de andere kant. Nou, kurkuma is aan de beurt. Zoals jullie zien, de sap wordt uit de kurkuma wortel gehaald. Zeer gezond. Je hoeft er maar 2 kleine stukjes. Je mag ook ietsjes meer doen, ietsjes minder, wat jij wilt. En je herkent het aan een donkere oranje kleur. Nou, volgende, gember. Gember doe ik altijd als laatst. Dat zie je ook in mijn andere video's. Het is het beste, aangezien er slierten in zitten. En het is het beste ook voor de slow juicer. Nou, zoals jullie zien, er komt ook heel veel gembersap uit de gemberwortel. Goed, en dat was het. Ik ben klaar met deze geweldige wellness cocktail, zoals jullie zien. Heerlijke cocktail, gezond voor je lichaam. Heel veel sap zoals je ziet, prachtige oranje kleur, ook door de kurkuma en de sinaasappel. En het ruikt geweldig fris en gezond. Goed, volgende stap is, ik ga agavesiroop erbij doen en een beetje cayennepeper en dan is de cocktail volledig klaar. En roeren maar. Heel goed roeren, zodat alles lekker gemixt is, lekker geblend is. En dan is onze heerlijke wellness cocktail klaar. Nou, deze wellness cocktail is ongeveer voor 3 dagen. Nou, voor een heerlijke cocktail effect doe ik 2 ijsklontjes erbij. A, het is lekker verkoelend, het smaakt lekkerder. En B, natuurlijk voor het uiterlijk is het gewoon geweldig. Volgende stap, ik ga proeven. Ik ben zeer benieuwd. Heerlijk. Echt heerlijk. De balans is geweldig. 3 sterren cocktail is dit.
A, omdat er sinaasappel in zit, dus dat zoet het een beetje. Agave siroop, ook heerlijk. Dat balanceert de bitterheid van de gember en de kurkuma. En natuurlijk de frisheid van citroen. En natuurlijk ga ik ook de rest in mijn cocktailpotjes doen. En in de vriezer of in de koelkast. Goed, dat was het van deze geweldige video, geweldige recept. Wellness cocktail met sinaasappel, gember, kurkuma, citroen en een beetje snufje cayennepeper en agave siroop. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Als dat zo is, geef dan een duimpje omhoog. Deel deze video zoveel mogelijk met jouw vrienden, familie, kennissen, collega's, wie dan ook. En dan wens ik jullie natuurlijk een hele fijne dag en tot de volgende keer. Dag!